We zijn hier in de werkplaats van Hydrotaan in Den Bosch. Hier worden de kunststofonderdelen van ons zuiveringssysteem geproduceerd en getest. Hydrotaan is een bedrijf wat anaerobe waterzuiveringssystemen vermarkt. Dit zijn waterzuiveringssystemen waarbij naast het zuiveren van afvalwater ook duurzame energie wordt geproduceerd. Heel simpel gezegd, dan is het de verontreiniging die in het afvalwater aanwezig is, is het eten voor de bacteriën die wij in een systeem handhaven. En die bacteriën eten als het ware de verontreiniging op en produceren net als wij mensen een grote hoeveelheid scheten. En die scheten die vangen we op en dat wordt uiteindelijk gebruikt in ketelinstallaties om energie terug te winnen. In het model laten we zien wat er in het inwendige van de waterzuivering gebeurt. Het afvalwater wordt onderin het systeem opgemengd met de bacteriën, wat je hier als die zwarte korreltjes ziet. Bacteriën produceren heel veel gas, dat gas komt naar boven en neemt ook bacteriën mee. En dat wordt in de fasescheiders die wij hier in kunststof bouwen, afgescheiden. Daarbij zie je dat de bacteriën met een grote snelheid teruggevoerd worden in het onderste gedeelte van het proces. En het schone water gaat verder en loopt uiteindelijk over en wordt afgevoerd naar het uiteindelijke lozingspunt. We gaan mee met de handelsmissie, dat doen we voor de tweede keer. Deze keer is het een hoogtepunt voor Hydrotaan, omdat naar aanleiding van de eerste handelsmissie die wij hebben meegedaan, hebben we een project gerealiseerd in China. Samen met onze partner is daar een grote anaerobe waterzuivering gebouwd. En die wordt tijdens de komende handelsmissie officieel geopend. Nederland loopt vrij aardig voorop in dit wereldje en is eigenlijk al voor een groot gedeelte verzadigd met zuiveringssystemen. De grote markt voor dit proces moet je echt zien buiten Nederland, in Europa, Verre Oosten, Zuid-Amerika. Ja, we zijn hier bij de HAS in Den Bosch, waar Hydrotaan haar onderzoeksfaciliteiten heeft. Hier in Den Bosch hebben we kleine installaties staan waar we grote installaties simuleren, zodat we precies weten hoe dat we de waterzuivering in een industriële schaal moeten kunnen ontwerpen. We hopen vanuit deze handelsmissie met meer potentiële partners in aanraking te komen die uiteindelijk onze systemen kunnen gaan gebruiken.